Schoeman en Crocker. Deze twee zwemmers tussen de gele lijnen. Crocker in 5, Schoeman in 4. En weer zo'n geweldige start van Roland Schoeman. Maar ook Crocker is heel goed weg. Dit keer niet zo'n groot verschil als gisteren. Wel een lichte voorsprong voor Schoeman. En die voorsprong lijkt groter te worden. Of heeft Crocker nog een antwoord in de laatste meters? Nee, Schoeman gaat winnen. En de tijd, 22.96. Weer een nieuw wereldrecord. Voor het eerst een mens onder de 23 seconden op de 50 meter vlinderslag. En dat is Roland Schoeman uit Zuid-Afrika. Hier Crocker en boven hem Schoeman. Het was een ongelijke strijd, hoewel die tijd van Crocker er toch ook niet om ligt. 23-12. En brons is er voor de Oekraïner, regerend Europees kampioen, Sergej Breus.